Die was te voorzien, hè? En de laatste. Benidorm Bastards. Bejaarden die hun ondergoed laten zien. Rimpelige monden in rimpelige hoofden die spreken over het laatste meervoudige orgasme. Griezelen als een bejaarde vertelt over het samen met een toyboy scheren van de badlijn. Bij ons bestaat Benidorm Bastards al jaren. Alleen heet het Patricia Pai. Ja, meestal zijn ze de klos. Want die kan je nu beter in de maling nemen in een verborgen cameraprogramma dan bejaarden. Want wat begrijpen zij nou? In Vlaanderen is het uur der wraken aangebroken. Benidorm Bastards heet de nieuwe sensatie op de televisie. 7 krasse oudjes nemen met verborgen camera de jeugd te grazen. Tim van Aalst heeft het bedacht. Gaston Rombouts, 80 jaar, zit hier. En Irene Vervliet, 81 jaar. Zij zijn de sterren, nieuwe sterren in Vlaanderen, mevrouw Vervliet. Leuk, ja. Hè? Heel leuk. Heel leuk? Vind het wel, ja. En hoe bent u erbij gekomen? Mag ik dat vragen, Kasten? Wel, ik ben, laten we zeggen, ik kom niet uit het liefhebbstoneel. Nee. Ik heb nooit toneel gespeeld. En ik ben dus door een vriend aangeraden. En ik heb dus casting gaan doen. En ja, ik werd aangenomen. Zo ben ik erin gerold. U was ondeugend genoeg? Ja, ondeugend genoeg, ja. Ja. Tim, jij hebt het bedacht. Het is een instant succes in Vlaanderen. Want je dacht gewoon, we slaan terug. De oudjes slaan terug. Absoluut. We kregen soms de kritiek dat het... dat we al te gemakkelijk oudjes beetnamen. En dan hebben we gezegd, oké, dan gaan we de uitdaging aan en we draaien de rollen om. We draaien de rollen om. Door wie heb je laten inspireren? Want ik dacht wel van, nou, jij hebt ongetwijfeld een opa of een oma of iemand die je kent waarvan je denkt, nou, die kan dat ook. Niet echt, nee. Maar we zagen wel veel artikels verschijnen hoe toch mensen in de reclamewereld de 60-plussers afschreven. En hoe daar toch meer en meer kritische artikels over verschenen van nou, pas maar op, die mensen, die nieuwe generatie oudjes, om het zo te zeggen. Die slaan nog eens terug. Die slaan nog wel eens terug, ja. Laten we maar eens kijken naar een aantal scènes achter elkaar. Ja, zes Bacardi cola's, 2 bollen en dan nog een lintje gesnoven. En deze morgen werd ik wakker met een jonge gast net van mij. Een zonder ervaring, zeg. Als we geen leren lopen. What the fuck? Zit dat zot, godverdomme. U lacht nog steeds van hoe? Nee, ik vind dat plezant, hè. Vond u het plezant? Natuurlijk. Vindt u het lekker om de jeugd in de maling te nemen? Natuurlijk. Waarom? Ja, waarom? Moeten wij altijd voor de zot worden geouden? Nee. Wordt u in België voor de zot uitgemaakt? De jongeren ouden toch vaak. Ik probeer een beetje maar verstaanbaar te maken, hè. Voor de Nederlanders. Want als ik gewoon in mijn dialect klap... dan verstaat niemand iets. Dus ik ga moeite doen. Ja, graag. Het gaat heel goed. Ik versta u behoorlijk. De jongeren zijn er toch op uit om ouderen in de maling te nemen. Ja, toch? De meeste. In België? Ik zeg, ja. En in Nederland ook. Niet. Dat dacht ik toch ook. Dat is overal hetzelfde. Ik geloof dat we nu naar een scène gaan kijken van jullie beiden. Moet ik hem introduceren, de vrije scène? Was het leuk om te doen? Ja, dat was leuk. Dat was leuk om te doen. Gaston, was het leuk om te doen? Ja, zeker. Ja, maar... Nou, laat me even kijken. Fijn. Jullie waren hier vanmiddag al, in de voormiddag, Tim. En jullie namen de handschoen op, want wij zeiden, zou het in Nederland ook werken? Zullen we proberen om 2 scènetjes te bedenken? Hier om de hoek, bij het Roeters Eiland, vlak bij de plantagestudio, voor de universiteit daar. Hebben jullie 2 scènetjes gespeeld, hè? Ja, ja. En hoe de Nederlanders en de Belgen reageren, eender? Ja, ik had de Nederlanders iets ad remmer verwacht. Ja. Of iets brutaler. Maar het bleek wel te werken. Het bleek wel te werken. Ja. Kijken jullie? Ja, lachen. Oké. Hé, hey mama, kom eens hier.
Ik heb u naar mijn meisjes zien kijken. Stop daarmee. Dat slaat in uw zicht, hè. Mag ik eens even vragen, alstublieft. Ik ben hier een week met mijn vriendin in Amsterdam. En we zijn ons eens keren geld aan museum. Ja, weet ook niet wat ze even als vloeibare ecstasy. Vloeibare ecstasy. Mag ook gewoon een ecstasy zijn, hè. Vrij weet ook niet vuile koren, dat wil ze. Waar komt dat hele venijnige loser nou vandaan? Ja, dat weet ik ook niet. Het komt er zo maar uit. Nou, je hebt er gauw bijna aangeboord. Ja, het ja. is in België. Het is, er zijn nog maar één, is er één uitzending uit, of twee? Ja, nog maar één. En het staat in alle kranten. Iedereen heeft het erover. Het is ongelooflijk. Ja, op internet staat het overal echt. En jullie hebben alles al opgenomen, hè, voor de komende tijd? Ja, absoluut. Want deze mensen kunnen natuurlijk straks niet meer over straat. Als je die ziet, dan is het meteen... Als non en priester zal wel kunnen. Welke vonden jullie het leukst om te doen? Ik vond het heel leuk om te doen. Nee, maar was er één filmpje waar u zelf echt van dacht, nou, dit vond ik zelf echt de beste grap? Grappig? Ja, ik vond ze allemaal opmerkelijk grappig. Achteraf, hè. De moment dat je ze moet doen, moet je soms 20 keer opnieuw, dat je de juiste reactie krijgt van de mensen. Ja, ja, ja. En dan 20 keer met Gaston gewoon vrijen. Dat was het ook niet direct, hè. Nee. Laten we nog even kijken naar een scène die wij hebben genoemd, De Homo. Oh. Hé, hey, Jeannette. Ja? Ja, is er het gastje? Beetje op uw gemak, hè. Volgende keer pak ik u met uw kop tegen die paal, hè. Dat verstaan? Ja, maar ja. Zit je nu al te kijken of je reacties hebt? Nee. Je staat even op je telefoontje te kijken. Kijk of België meekijkt. Ja, absoluut. Wat is de... er is pas één aflevering geweest. Waar verheug jij het meest? Wat is nou een scène waarvan je zegt... Nou ja, daar is iedereen zo met boter en suiker ingegaan? De nonnetjes hebben toch wel een paar keer geleerd. Komen die ook een paar keer terug? Die komen vaak terug, ja. Daar is echt iedereen in getrapt. Dat is nu al een klassieker eigenlijk, hè? Ja, nonnetjes die voor... een dikke joint vragen en zo, ja, dat is wel... Het is zo simpel eigenlijk. Ja. Is dit eigenlijk, ik weet er niks van, maar is dit op de wereld al niet... Het is zo'n eenvoudig idee en zo sterk. En echt door jullie bedacht? Ja. België loopt vooruit. Ja. We hebben nog één scène te gaan. Zeg ik dat goed? Ik geloof het wel. Rolstoel, klopt dat, jongens? Ja? Zullen we even kijken? Maar rap niet raan, hè, zeg. En even die plassen nu, allee. Red net toch eens een beetje trager. Zeg! Wou je al hier een rem in een rolstoel? Zeg, ik heb een chat. Allee! Wat doe je nu? Ik heb een chat mee, ja. Marie, jij willen peilen volgende week wat de kans van zo'n programma is in Nederland? Nou, 100%. 100%, dat denk ik ook. Jongens, wat ontzettend leuk dat jullie hier waren. Nog maar 1 week op de Vlaamse tv. Daar al sterren, nu ook een beetje in Nederland. Mag ik je danken voor een geweldig idee. We hebben ontzettend veel plezier gehad en alle succes. Dank je wel. Dank je wel.